moment voor Barbie's Life. Hoi. En we hebben strijkers. We hebben strijkers. Een hele tas vol met allemaal strijkers. Allemaal minis. Echt allemaal minis. Ik weet niet echt precies hoeveel het zijn. Maar het zijn er echt heel veel. Dat mag ik niet zeggen. Maar het zijn er echt super veel. Het zijn die hele kleintjes. Hele die... kleintjes. Kijk. Die best... Ze klinken niet. Nou, ze harder dan een rotje. Ze knallen harder dan een rotje, maar we hebben er echt super veel. We hebben gewoon een complete pak. Hier op de grond liggen ook super veel. En dat gaan we allemaal in één keer doen, dus let's go! Wacht even! Oh, je hebt ook grote strijkers. We hebben iets groter. Die gaan ietsjes harder. Het lijkt alsof we schieten nu. Nou, Kuno, hoe gaan we het doen? Hoe gaan we het doen? Ja, laat eens even weten. Kijk, dus we hebben hier een gipsplaatje. Ja. En we gaan alles heel netjes neerleggen. Pap, aan twee kanten. Dan gaan we stapelen. We doen een beetje kruid in het midden. Een beetje flash. Steken we alles aan. Maar het mooie van deze is. Het ligt er al. Het ligt heel al erg helemaal mooi klaar. Maar we hebben ook dubbelzijdig tape, dus dat gaan we allemaal doen. Dus laten we alles klaar gaan maken. Ik ben benieuwd hoe deze klinken. Hebben we geen eens getest met auto nu volgens mij? Nee, volgens mij ook niet. Kijk hoe die knalt. Oh, even flinke overbelichting. Sorry. Klinkt wel grappig. Dit zijn dus alle strijkers die we hebben. Nou ja. Ja, oké, okay, plus dit. Maar dit zijn alle verschillende strijkers die we hebben. Allerlei soorten. Maar deze en deze, zijn dit verschillende? Ja, hè? Zijn dit hetzelfde? Oh ja, dit zijn drie klappers. Dit is enkele klap en dit is ook enkele klap. En nu gaan we dus dat allemaal met de tape doen. En weet ik voor wat, we gaan kijken of we... Ja, even tellen hoeveel doosjes. En weet ik voor wat, dat we het allemaal netjes neer kunnen leggen. Dus, wordt veel werk. Ik ook. Let's go. Bijna klaar. We hoeven er nog maar een paar. Het zijn er ongeveer 2000. 2000. Misschien wat meer, misschien ietsjes minder. Maar het zal meer zijn dan minder. Want er zitten er 60 in een doosje. In zo'n doosje. En in die andere 100. En in die andere 100. En het zijn behoorlijk wat doosjes. En we kwamen zelf uit op 2500. Maar toen hadden we ook degene met 20 erin. De iets dikkere ook meegerekend als 60, maar dat zijn maar 5 doosjes. Dus. Oh, mijn knieën, jongen. Een klein verschilletje. Maar het zijn er ongeveer 2000. Dus we gaan nog eventjes door en dan knallen. Nou jongens, alle doosjes zitten erin. Kijk hier, wat een chaos. Niet normaal. Nou, Koen heeft hier een vlindertje. Die heeft hij opengemaakt. En die giet hij er nu netjes in. Voor allemaal flash. Nou, we hebben er al flink wat in gegoten. Oh, hier. Oh, joh. Wat hier. Allemaal mammoet. Even hem openmaken en dan erin gieten. Maar dit is kut, man. Dat hebben we vorige keer met schaar gedaan. Ja, klopt. Maar kom maar goed kijken. Had ze vlak. Goed slash. Nou, dit gaan we dus helemaal volgieten. Ik zou het een beetje ook daar ook. Dat is juist heel lekker. Ah, hier zit goeie. Ja. Ah, dat zijn goede dingen. Nou, jongens. We hebben alles. Dit is hem. Het was veel werk, alles. Hoor. Het was echt super veel werk. Echt niet normaal. Maar ik zeg, Koen, fik erin. Let's go, let's go. Ik hoop het, jongen. Ik hoop het ook. We gaan overal heen. Please. Kijk
dit. Zo, kijk al die overal die strijkers en dingen. Holy shit. Plankie is heel, joh. Plankie is zo, helemaal. Zo, die rook. Zo, echt gaaf, hoor. Dit was echt heel vet. Echt heel hij erg vet. Hij blijft lang door. Maar die flash werkte top, hè? In één keer de fik in. Echt niet normaal. Dit was zo een geslaagde video. Dit was weer, echt een hele mooie, hoor. Al die kleine dingen, jongen. Echt fucking vet. Wil jullie meer van dit soort video's zien? Vergeet dan natuurlijk niet te abonneren en een reactie achter te laten. En jongens, tot de volgende keer. We gaan gekke shit doen. Yeah.